So the question is, what is Pegasus? Pegasus software. Software called Pegasus. Wereldwijd is er veel te doen rond Pegasus, software ontwikkeld door een Israëlisch bedrijf. En Rutger, wat is het precies? Ja, Pegasus, dat gaat eigenlijk al een jaar of vijf mee, denk ik. Maar het komt nu weer in het nieuws. En het is spyware, een spionagesoftware, inderdaad gemaakt door NSO Group, een Israëlisch bedrijf, die dat verkopen aan overheden en aan inlichtingendiensten en dat soort partijen. En wat het doet is, het wordt geïnstalleerd op je telefoon. En via Pegasus kun je dan alles uitlezen wat je maar wil. Pegasus is one of the most powerful bits of spyware ever made. Het is echt spionage op een hoog niveau hoor. Dus je kan sms'jes uitlezen, meekijken met de camera bijvoorbeeld, locatie bekijken van diegene. Dus je kan je voelen dat het best wel een inbreuk is op je privacy als je dat op je telefoon hebt staan. It's easily installed, almost impossible to detect and even harder to get rid of. Hoe komt het op je telefoon? Nou, het is in de loop der jaren een beetje veranderd. In het begin drukte je op zo'n linkje, hè, kreeg je bijvoorbeeld een linkje binnen via een sms of in je mail. En als je daarop klikt, dan installeerde je eigenlijk die schadelijke software. Maar inmiddels is dat eigenlijk al niet meer nodig. Dus ze kunnen nu ook Pegasus installeren zonder dat je het eigenlijk weet of zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Dus je krijgt bijvoorbeeld een mailtje binnen die dan bijvoorbeeld niet wordt gescand met zo'n link erin. En dan hoef je dus niet eens op die link te drukken voordat het al wordt geïnstalleerd. En heb je dan door dat je die mail krijgt of hoef je ook helemaal niks door te hebben? Ja, dat hoef je dus ook niet door te hebben. Dus het is best wel geniepig. Phones belonging to hundreds of journalists, activists and politicians have been hacked by governments using spyware. Er is een lijst opgedoken met 50.000 namen. Daar op die lijst staan bijvoorbeeld journalisten, zakenmensen, allemaal hooggeplaatste figuren in de wereld die eigenlijk potentieel slachtoffer zijn van Pegasus. Het is niet helemaal duidelijk of zij ook daadwerkelijk die software hebben geïnstalleerd, maar mogelijk zijn zij dus doelwit geworden van wie er dan ook achter zit en kunnen al hun gegevens dus worden uitgelezen. Ja, maar als het dus zo misbruikt wordt door overheden, dan is het wat dat betreft best een gevaar voor iedereen, zou je zeggen. Ja, en dat is dus een beetje het nadeel, dat we niet echt weten wie nou precies die klanten zijn van NSO Group en welke overheden hier nou precies gebruik van maken en op welke manier. Dus dat blijft een beetje in het midden. Ze zeggen, wij verkopen deze software alleen en wat onze klanten er verder mee doen, daar trekken we een beetje onze handen vanaf. Dat is verder niet meer onze verantwoordelijkheid.